Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar werkzaamheden aan de tramsporen op het Wena- en Hofplein, de afsluiting op de Kleiweg, werkzaamheden op de Hoofdweg en de renovatie van het fiets- en voetgangersdeel van de Maastunnel. Op het Wena en een deel van Hofplein wordt gewerkt aan de tramsporen. Tot en met 8 december rijden trams 4, 7, 8, 12 en 21, 23, 24 en 25 via andere routes. Op het Wena en het Hofplein zijn ook minder rijstroken beschikbaar voor het autoverkeer. Vanaf de Schiekade worden minder auto's dan gebruikelijk doorgelaten om opstoppingen te voorkomen. Hou daarom rekening met een langere reistijd. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/tramswena. De Kleiweg is door werkzaamheden nog dicht in de richting van de Straatweg. Ook is het kruispunt met de Rozenlaan afgesloten. Vanaf 4 november gaat de volgende fase van start in het werk. Dan blijft de Kleiweg dicht in de richting van de Straatweg, maar wordt aan de andere kant van de weg gewerkt. Hierdoor is de Rozenlaan vanaf de Straatweg weer bereikbaar. De kruising met de Uitweg gaat dan helemaal dicht. Omrijden kan via de GK van Hogendorpweg, de Gordelweg en de Straatweg. Deze situatie duurt tot half maart 2020. Kijk voor alle informatie op rotterdamonderweg.nl/kleiweg. In Capelle aan de IJssel is de Hoofdweg dicht in één richting tussen de rotonde bij de Laan van Avantgarde en de Britse Zoom in Nieuwekerk aan de IJssel. Het verkeer vanuit Nieuwekerk aan de IJssel richting Capelle aan de IJssel rijdt om via de N219. Het verkeer vanuit Capelle aan de IJssel kan wel over de Hoofdweg rijden. De werkzaamheden duren tot en met dinsdag 26 november. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/hoofdweg. In de Maastunnel wordt vanaf 15 november de fiets- en voetgangerstunnel gerenoveerd. De fietstunnel gaat 7 maanden dicht en de voetgangerstunnel 11 maanden. Tijdens de renovatie kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een veerpont. Deze vaart tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven op doordeweekse dagen tussen 6:50 ochtends en 11:30 avonds. In het weekend vaart de dienst vanaf 8:00 ochtends. De veerpont vaart per uur 3 keer heen en weer. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/fietstunnel. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.